Zo halverwege de competitie wordt het eens tijd om bij te praten met trainer John Lammers over de rol van de belofte teams in de tweede divisie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het bevalt mij prima. Je hebt heel veel weerstand. Je hebt 34 wedstrijden op topniveau. Dus ik denk dat het voor de ontwikkeling van de spelers erg goed is. Volgens mij is zo'n 50 spelers gebruikt dit seizoen. Ja, maar dat is eigenlijk niet goed. Je kunt nooit tactisch op iets trainen. Je hebt geen vastigheid. Wij hebben heel vaak moeten we zeggen, nou, die mag 45 minuutjes spelen. En dat zag je hier thuis, waar Buettner 45 minuutjes mee mocht doen. Ging erg goed. Heel fijn. Maar daarna gaat hij eraf en verlies je die wedstrijd doordat je wat dingen moet omzetten. Dus het is zeker geen voordeel. Nee. Deze week werd bekend dat de 8 andere betaald voetbalclubs hun belofteteam willen laten instromen voor het seizoen. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het al raar dat ze dat niet gelijk hebben gedaan. Feyenoord kreeg vorig jaar de kans. Meerdere clubs kregen de kans. En dat is net wat ik zeg, je speelt 34 wedstrijden. 34 wedstrijden op topniveau. Dus voor jongens van 16, 17, 18, 19, 20 jaar is dat gewoon top. En nog een wissel bij TSC. Het veld wordt En degene die de boot gemist hebben, die komen nu tot ontdekking. En dat horen ze van FC Twente, dat horen ze van Vitesse. En dat horen ze van AZ, dat dit een leuke competitie is. En het kan dus niet zo zijn dat zometeen het zaterdagvoetbal en de zondag amateurs daar de dupe van worden. Dat kan dus niet zo zijn. Afgelopen jaar heeft iedereen mee kunnen doen. Je kan in de derde divisie meedoen, in de tweede divisie meedoen. Nou ja, de clubs die nu zo graag weer in willen stromen, Zwolle en Heerenveen. En ik merk ook dat Feyenoord, dat het verdeeld is. Ja, dit gaan we toch als KNVB, dat gaan ze wel toestaan. Maar de reglementen zijn dat ze in de 5e klas moeten beginnen. Vorig jaar zijn we dit aangegaan en dan kun je niet tegen die amateurclub zeggen van wij willen nu in één keer erbij. Dus ik denk ook dat de KNVB daarin, en misschien de 5e klasse is misschien wat hoog, maar die kunnen nooit in de 2e of 3e divisie bijkomen. Ik heb zelfs gelezen dat er ook elftallen waren die niet in de derde divisie willen instromen, alleen in de tweede. Maar ja, goed, uiteindelijk zal van bovenaf bepaald moeten worden hoeveel plaatsen daarvoor beschikbaar zijn. Ik ben bang dat het betaald voetbal gewoon de tweede divisie en de derde divisie volledig gaat overnemen. En dat we met z'n allen hier geen reet meer te vertellen hebben. Nou ja, kijk, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat ze haar eigen gebiedje een beetje willen beschermen. Maar aan de andere kant is het ook fijn om tegen jeugdige talenten te spelen die over een jaar of 2 jaar in de Eredivisie of in de Eerste Divisie spelen.